welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe make-up brand die ik ga uitproberen hier op mijn kanaal. Ik heb nog nooit een product gebruikt van deze brand en het is een Nederlands merk. Het is de Make-up Studio. En ik heb hier een heel mandje vol met allemaal make-up van hun. Ik heb de make-up wel van hun gekregen, maar deze video is geen samenwerking. Deze video maak ik gewoon uit eigen initiatief, omdat ik gewoon heel benieuwd ben naar alle make-up en hoe het werkt. En ik dacht, dit kan ik het beste doen samen met jullie. En ik vind het ook altijd extra leuk om Nederlandse merken te supporten, omdat het toch ja uit mijn land komt en dat vind ik dan extra leuk. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Vind je het nu al leuk? Geniet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Mensen, wat vinden we van mijn wenkbrauwen? Ik heb ze vandaag gedaan voor het eerst met de wenkbrauw pomade van Anastasia Beverly Hills en I love it. Ik vind het echt veel beter dan hoe ik ze normaal doe. Oké, voordat ik begin met de video, ik heb ook een kortingscode gehad van hun en dat is SarahMarieK10 als het goed is. En dan heb je 10% korting op hun hele website. Ik zet de website beneden in de beschrijving. Dus als je vandaag iets ziet waarvan je denkt, hey, dit wil ik ook, dan heb je ook een beetje korting. Nou, laten we gaan beginnen. Ik ga denk ik gewoon weer beginnen met de ogen. En ik heb hier een oogschaduwpaletje van hun. Een lekker groot oogschaduwpaletje. En dit is dan hoe die eruit ziet. Een best wel kleurrijk paletje waar ik altijd van hou. Je hebt ook hier echt een mega grote spiegel. Dat vind ik ook fijn. En ik denk dat ik vandaag een look ga maken met vooral deze rij. Een beetje de blauwe kleurtjes. Want ik heb al eventjes niet echt meer een blauwe look gemaakt. Dus dat vind ik wel leuk. Maar als je meer zou willen gaan voor neutraal, dan kun je ook de andere rij gebruiken. Dus het is best wel een paletje die je kunt gebruiken voor best wel veel looks. En dat vind ik leuk. Dus vandaar dat ik voor dit paletje ben gegaan. En je hebt matte kleuren en glanzende kleuren. Dus ja, het is een beetje een mixje. Dus ik ga hiermee vandaag een mooie blauwe, ik denk smoky eye look maken. Dus laten we snel inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen. En ik gebruik weer mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Want ik heb geen oogschaduw primer van hun. Ze hebben die wel, by the way. Mensen, het is hier zo ontzettend warm. Ik maak mijn video's op zolder en iedereen weet wel hoe een zolder is als je die hebt. In de winter is het hier super koud en in de zomer is het super heet. En ik kan hier ook geen ventilator aan doen, want die maakt te veel geluid en dat hoor je dan heel tijd in de video. Dus ik ben hier gewoon half aan het doodgaan om een video te maken. Oké, ik ga beginnen met het paletje. Ik ga denk ik gewoon echt voor een goede, heftige, blauwe, smoky eye. En ik ga beginnen met een beetje de mintige, blauwe, slash groenige kleur hier. Die is gewoon mat. En met mijn grote fluffy kwast breng ik die aan in mijn arcadeboog. Dan ga ik in met de blauwe matte kleur hier beneden. En die kleur breng ik dan ook zo aan in mijn arcadeboog. En ik blijf weer een beetje onder die andere kleur. Die kleur is echt super gepigmenteerd. Echt heel blauw. I love it. En ik trek het best wel ver zo naar buiten toe. Want ik wil echt een extreme smoky eye. Dus lekker zo ver naar buiten. En nu ga ik in met de donkerblauwe matte kleur. En die kleur breng ik vooral hier aan in de hoek. En dan ga ik alles een beetje donkerder maken. En ik trek het ook een beetje door in mijn arcadeboog. Wow, die is ook echt best wel goed gepigmenteerd. Ik ga heel eerlijk zijn, ik had het niet echt verwacht. Want ik vind dat de kwaliteit van het paletje er niet echt amazing uitziet. Dus ik had ook niet echt verwacht dat de kleuren echt goed zouden gaan zijn. Maar oordeel een boek niet op de kaft. Echt, want het brengt echt top aan. Wat ik dan wil doen is, ik pak even een make-up wipe. En dan wil ik het hier zo heel strak maken. Dat vind ik wel leuk voor de look waar ik voor ga. Nu wil ik ingaan met de glanzende kleur hier. En altijd wanneer ik een glanzende kleur ga aanbrengen, maak ik mijn kwast altijd nat met wat fixing spray. En die kleur breng ik zo aan over mijn hele ooglid. Oh wauw, hier komt ook echt best wel veel pigment vanaf. Ook dat had ik niet verwacht. En ik wil er echt een smoky look van maken. Dus ik ga niet zo'n hele strakke soort van cut crease maken. Maar ik ga straks zo die lijn helemaal nog zo blurren met een fluffy kwast. Zo, ik heb er echt een goede blauwe look van kunnen maken. Ik vind het ook fijn dat er in dit paletje echt een aantal verschillende kleuren blauw in zitten. Want vaak wanneer ik ga voor een ooglook met vooral één kleur, dan mis ik toch vaak nog een donkere variant van die kleur of lichter en zo. Maar in dit paletje heb je echt een donkere blauwe kleur, een normale blauwe kleur, een lichte kleur, glanzende kleur. Dus je hebt heel veel tinten blauw, waardoor je echt een goede blauwe look kunt maken. En dat vind ik fijn. En het is echt goed gegaan. Ik vind de look echt heel leuk. Lekker heftig ook. Voor mascara heb ik hier hun 4D False Lash Mascara. Die schijnt dus echt heel goed te zijn. Een vriendin van mij die ook make-up doet, die vindt hem ook heel fijn. Ik heb bijna geen wimpers, maar whatever. Ik wilde hem toch gewoon graag proberen, omdat hij zo opgehyped is. Dit is het borsteltje.
En dan ga ik die gewoon aanbrengen. Het is altijd echt belachelijk hoe weinig wimpers ik heb. En hoe kort ook. Fijne mascara. Omdat ik echt gewoon de meest vreselijke wimpers heb, kun je het niet goed zien. Maar hij maakt ze goed lang en vol, ook zonder ze klonterig te maken. En dat is ook top, want de meesten houden niet van klonterige wimpers, maar willen wel graag volume. En ik denk dat je dat hiermee wel echt bereikt. Maar ja, nogmaals, ik heb echt geen wimpers. Als nepwimpers gebruik ik deze van de Primark in de stijl 747. Ik kom zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ik ga nou even beginnen aan mijn gezicht. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Ik heb helaas geen primer van hun. Dus ik gebruik mijn Filorga Time Flash Primer. Ik heb ook een foundation van hun. Alleen is die toch wel een tikkie aan de bruine kant. Ze zouden me nog twee andere kleuren sturen. Alleen die heb ik nog niet binnen. En ik moest echt vandaag de video maken. Anders gaat mijn hele planning overhoop. Dus ik dacht, ja, ik maak het gewoon. En dan maar gewoon met deze kleur. Ik heb de kleur Golden Beige. Bij Golden Beige denk ik echt aan mijn huiskleur. Dus echt zo'n goud beige bruinige kleur. Dit vind ik echt meer gewoon echt medium dark brown. Maar whatever. Ik ga het toch gewoon proberen. En hij heeft zo'n handig pompje. En dan ga ik die gewoon aanbrengen met mijn spons. Misschien valt het wel mee. Nee, hij is echt te donker. Oh mijn god, mensen. Oh, dit kan echt niet. Oh mijn god. Op beeld ziet het er nog redelijk oké uit, hoor. Maar in het echt zie je echt een verschil met mijn nek. Ik blend het gewoon door tot helemaal aan mijn nek. Zodat het op zijn minst matcht met mijn nek. Oké, nou, ik heb hem helemaal aangebracht. De kleur is dus echt niet goed. Maar wat vind ik er verder van? Het heeft een beetje een medium dekking. En het heeft een beetje een naturel tot matte finish. Dus dat is wel top. Ik vind hem wel mooi liggen op de huid. Ondanks dat de kleur echt totaal niet matcht. Oké, concealer. Ik heb ook geen concealer van hun. Dus ik ga gewoon een andere concealer gebruiken die ik al in mijn collectie heb. En ik ga een beetje voor een lichte concealer. Want dan kan ik hopelijk mijn gezicht iets lichter maken. Ik gebruik de concealer van e.l.f. Cosmetics. De Camo Concealer. Ik heb de kleur Medium Sand. Dat is ook echt geen medium. Dat is echt een lichte kleur. Oh mijn god, dit contrast, jongens. Mijn god. Misschien was het toch geen slimme zet om een hele lichte concealer aan te brengen. Want nou is het contrast best wel groot. Maar goed, ik denk echt wel dat ik er iets van kan gaan maken straks als mijn hele gezicht af is met bronze blush en zo. Losse poeder. Ik heb een losse poeder van hun. Dat is deze. Ze hadden een aantal kleuren, maar ik ben gegaan voor de kleur 1 Translucent. En ik ga even hiermee baken. Poeder is altijd een beetje iets moeilijks voor mij. De kleur lijkt echt perfect te zijn. Want heel veel poeders werken gewoon echt absoluut niet voor mij. Dus ik ben benieuwd hoe die gaat zijn. Hele heftige geur. Wel een hele lekkere geur, maar wel heel heftig. Ik weet dat niet iedereen daarvan houdt. Oké, die ga ik dan gewoon aanbrengen over basically gewoon mijn hele gezicht. Ja, die geur had wel iets minder gekund. Wauw, die poeder is echt top. Hele mooie, fijne, matte poeder. Hij geeft ook echt een beetje dekking. Ik ga even een foto maken met flits, want dan kunnen we zien of hij backlash heeft. Backflash heeft. Backlash. Nee, heeft hij niet. Het is hier wel een heel klein beetje licht, maar dat komt obvious gewoon door het contrast met de concealer en de foundation. Maar voor de rest, het is niet dat je die hele poeder ziet. Dus top, ik vind het echt een fijne poeder. I like it. Weet je wat ik mij net besef? De blush. Ik heb een cream blush. Ik heb geen normale poederblush, maar een cream blush. Nou heb ik al poeder aangebracht over mijn hele gezicht. En het is niet heel handig om iets wat cream is aan te brengen op poeder. Oh, Sarah, ik ben vandaag echt lekker bezig. Ik ga hem gewoon straks alsnog aanbrengen op de poeder, maar whatever. Ik ga nou even poedercontour aanbrengen. Ik heb geen poedercontour van hun, dus ik gebruik gewoon eentje van mezelf. En ik gebruik mijn Kat Von D Beauty Shade & Light contour paletje in de kleur Diep. En dan wil ik ook nog gewoon voor de extra Impressed poeder aanbrengen. Hier zo, dat doe ik altijd. Ik gebruik hiervoor mijn Benefit Hello Happy poeder in de kleur 2. En dan een beetje Max & More Hydrating Fixing Spray om alles mooi in elkaar te laten smelten. En om een beetje hydratatie terug te brengen in mijn gezicht, want het is nou allemaal best wel droog. Echt, bekant elk product wat ik op heb gedaan is mat.
Zo een fixing spray aanbrengen midden in je proces maakt echt heel veel verschil qua hoe dikker de make-up op je gezicht ligt. Ik ga heel even snel mijn ogen afmaken. Ik breng een blauw oogpotloodje aan in mijn waterlijn nummer 4 van Kiko. En dan pak ik uit mijn paletje. Ik ga gewoon deze drie kleuren met elkaar mixen die ik ook allemaal heb gebruikt voor in mijn arcadeboog. En die breng ik aan op de onderste wimperrand. En dan pak ik deze beetje wittige glanzende kleur. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoek. Wow, die is heftig. En de mascara breng ik dan ook weer aan op de onderste wimpers. Oké, tijd om mijn gezicht te gaan bronzen. Ik ben heel enthousiast hierover, want deze bronzer ziet er echt super goed uit. En dit is hun bronzer. Lijkt het niet super veel op MAC Give Me Sun, mijn favoriete bronzer. En deze lijkt er echt veel op. Je had twee kleuren. Ik heb de kleur Lumière. Volgens mij is dat gewoon nummer 1. En het is een hele mooie beetje baked bronzer. Hij is super mooi warm, daar hou ik van. Ik hou normaal niet echt heel erg van een glanzende bronzer, maar ik zie niet echt heel veel glans. Ik denk echt dat hij gewoon is als die van MAC. Dus deze ga ik even aanbrengen. I love it. Echt, ik hou hiervan. Als je mij kent, dan weet je, ik hou altijd van warme bronzers. Sommige mensen vinden dat ik af en toe een beetje doorsla naar het oranje, wat ook misschien een beetje kan kloppen. Maar ik hou gewoon van die warme kleur. En dat heeft deze ook echt. Ik vind hem echt fantastisch. Dit wordt echt een van mijn fave bronzers. Hij is ook niet te glanzend. Het is gewoon letterlijk gewoon als MAC Give Me Sun. I love it. Oké, dan de blush. Zoals ik al net zei, ik heb dus een cream blush. Was niet echt heel handig. Ik heb de kleur Coral Pen. En dit is de kleur. Het is echt een hele prachtige kleur. Ik denk dat hij heftiger lijkt dan dat hij is. Maar ja, het is dus een cream. Dus het is handiger als je die aanbrengt voordat je allemaal 300 poeders op je gezicht aanbrengt. Maar goed, ik ga er gewoon in met mijn sponge. En dan breng ik hem gewoon zo aan. Oeh. Ik heb denk ik iets te veel gepakt. Oké. Ik moet echt even rust gaan doen. Hey, rustig. Dit is echt way too much. Oké, ik pak even het stukje waar niks op zit. En daarmee ga ik blenden. Oh, ik ben nou echt net zo'n clown. Ook met die blauwe oogschaduw. Oh my god. Het blendt wel echt fantastisch. Ondanks dat er veel poeder onder zit. Dit zie ik niet heel vaak. Ik heb echt wel een cream blush aangebracht die echt voor geen reet blende. Ook al had ik er geen poeder onder gedaan. Dus dit blendt echt wel goed mee. Maar dit is wel echt een vreselijke match met de blauwe oogschaduw. Omdat het gewoon nou te clown-esque is. Maar ik vind het wel echt prachtig. Kijk, als je het gewoon zo uitblendt. Wow, ik vind het echt goed. Ik ben echt blij met hoe de video vandaag gaat. Oké, nou, ik ga het dan ook gewoon een beetje aanbrengen aan de andere kant. Nu ga ik in met iets waar ik ook heel enthousiast over ben. En dat is de highlighter. En die ziet er ook echt fantastisch uit. Ik had hem ook al geswatcht op mijn hand toen ik hem net binnenkreeg. En echt superveel pigment. Ik heb de kleur, ik weet niet welke kleur. Oh, Mystic Desert. En dat is een beetje een lichte, achtige champagne kleur. Kijk even dit hoe mooi. Oh my god. En mensen die swatchen, ik ga hem ook even swatchen. Kijk even dit. Te heftig. Het is ook echt een baked highlighter. Daar hou ik altijd van. Want baked is altijd extra glanzend. En dat vind ik echt geweldig. Dus we gaan even die een beetje aanbrengen op alle plekken waar ik het altijd doe. Kijk hoe mooi. Hij is wel heel goud. Ik had hem iets minder goud verwacht. Maar wel prachtig. Ja, echt heel mooi dit. Hij is wel een tikkietje te goud voor mij. Maar ik vind hem toch alsnog wel echt prachtig. De glow is echt lekker heftig. Je moet wel echt houden van een heftige glow. Anders vind je hem niet zo mooi. Ik moet wel echt zeggen, mijn gezichtsmake-up matcht totaal niet met mijn ooglook. Maar laten we dat gewoon met z'n allen even negeren. Dan voor de lippen heb ik ook een lipstick en een lipgloss. Ik ga beginnen met de lipstick. De verpakking is by the way heel erg mooi. Ik heb de kleur Edgy Nude. Ik had hem al gezien en ik vind hem een beetje aan de grijzige kant. Dan is het een beetje alsof ik dood ben ofzo. Dus de kleur lijkt mij niet echt heel erg mooi. Maar ja, ik ga hem toch gewoon aanbrengen. Vreselijk. Oh mijn god. Nee. Alsof ik concealer heb op mijn lippen. Nee. Maar ook los van de kleur. Ik vind de lipstick gewoon niet fijn. Hij heeft niet echt veel pigment. Hij brengt ook een beetje raar, stroef aan. Het voelt een beetje als zand. Alsof je zand op je lippen smeert. Dus ondanks dat de kleur ook echt vreselijk is, vind ik ook de lipstick formule gewoon niet zo fijn. Nee, nee. Deze lipstick, de video ging heel goed, maar deze lipstick is niet een fave. Dus ik ga hem ook gewoon eraf halen. Dan ga ik ook de lipgloss proberen. Ik heb de Gloss Super Shine Crystal nummer 1. Dus dat is dus deze gloss. Ik hou altijd van lipglossjes. Ze hadden een aantal lipgloss formules en ik heb er gewoon eentje gekozen.
En ik heb dus de Super Shine in de kleur 1 Crystal. Dus deze kleur ziet er wel mooi uit. Oh, hij heeft zo'n kwastje. Dat zie je niet vaak. Wauw, deze gloss is heel mooi. Ook echt inderdaad super shine. Of wat staat erop? Super shine. En dat is hij ook echt. Ik wil ook altijd dat een gloss echt goed shined. Want ja, het is een gloss. Heel mooi. Hij plakt ook niet. Nee, I love it. Heel mooi dit. Oké, en dan sluiten we het af met hun make-up fixer. Ze hebben een grote witte fles. Deze lijkt een beetje op die van Morphe. Hij is ook echt best wel groot. Dus deze ga ik aanbrengen. Staat erop wat hij precies doet? Nee, niet echt. Gewoon een make-up fixer. Oh, voor langhoudende make-up. Dus dat je make-up lang goed blijft zitten. Oeh, die heeft ook die heftige... Oh mijn god, het brandt in mijn oog. Oh mijn god. Mensen, de parfum hierin is too much. En het is zo heftig dat het gewoon brandt in mijn oog. Op zich voelde hij wel heel fijn aan, maar... Het is echt alsof je gewoon parfum spreekt op je gezicht. Nee, heel mijn ogen branden. Nee, mensen, nee. Dit gaat hem niet worden voor mij. Oh my god. Nou mensen, dit ging vandaag echt oprecht best wel goed. Ik ben blij met hoe de look is geworden. Het is toch altijd wel een beetje spannend. Nieuwe make-up, hoe gaat het werken? Vooral wanneer ik echt een full face doe met nieuwe make-up. Maar het ging op zich best wel goed. Ik zal even laten weten wat ik nou echt vind van alles. Ik zal gewoon gelijk beginnen met wat ik echt totaal niet aanraad. En dat is de fixing spray. Oh mijn god, mijn hele ogen branden. De parfumgeur is too much. I don't like it. En de lipstick. De kleur is sowieso echt niks. Maar ik vind ook de lipstick formule gewoon niet fijn. Maar ze hebben een aantal lipstick formules die ik heb. Ik weet niet welke formule ik heb. Ik zal het wel even beneden in de beschrijving plaatsen welke ik precies heb. Wat ik een beetje moi vind, niet heel goed, niet slecht, is het oogschaduwpaletje. Ik vind hem echt absoluut niet slecht. Ik heb gewoon de look kunnen maken die ik wilde maken. Maar het is ook weer niet dat ik denk, ja, voor die prijs, je moet hem echt halen. Ik vind het gewoon... Mooi, het is een oké paletje. Vind je hem mooi en vind je hem de prijs waard, dan haal hem zeker. Voor mij is het niet per se een palet waarvan ik denk, ja, deze moet je echt nu meteen halen. Voor de rest, even kijken. De foundation, nu zit hij mooi op mijn huid. Ik zei toen net dat hij een naturel tot matte finish heeft. Hij heeft gewoon een matte finish. Het is gewoon een medium tot volledig dekkende matte foundation. En daar hou ik van. Ik vind het fijn. Ondanks dat mijn huid normaal te droog is, vind ik hem niet te droog op mijn gezicht. Ik heb hem wel pas net op, maar ik ga hem ook gewoon... De hele dag oplaten en ik ga jullie even een update laten weten hoe het eruit ziet aan het einde van de dag. Hi iedereen, ik wil toch even nog zo een update geven over mijn make-up. Het is nou drie uur later, niet heel veel later, maar ik heb wel net echt een half uur gewandeld in het bos in de zon en zo. En ik wil toch even laten weten hoe goed mijn gezichtsmake-up eruit ziet. Zien we even hoe smooth het is. Ik film dit met mijn iPhone 11 Pro, dus er is geen filter of wat dan ook. En mijn huid is super smooth. Het probleem alleen is dat ik niet weet of het aan de foundation ligt of aan de poeder. Want ik weet dat hele goede poeders ook dit effect kunnen hebben. En ik was al heel blij met de poeder. Dus het is of de foundation of de poeder of allebei. Dat kan ook gewoon de mix ervan. Maar ik vind het toch wel echt top. Het zit echt nog prima. Terwijl normaal is dat echt niet. Oh, kijk ook even die glow, jongens. Prachtig. Dus de foundation of de poeder, één van de twee, doet het echt heel goed. Ik denk allebei. Want als één van de twee het niet goed deed, dan zag mijn huid er niet meer zo uit. Dus ik ben heel enthousiast over allebei die producten. I love it. Oh my god. Kijk even dit, jongens. Ben ik weer in de auto. Het is nou 6:30. Ik was klaar met de video om 1:00. Dus we zijn bijna... 6:00 verder volgens mij, toch? Kijk mensen, 6:58, want er zijn altijd weer mensen die het niet geloven. En ik wil toch even laten weten hoe goed mijn make-up nog zit. Kijk ook die glow. Ik heb het letterlijk niet bijgewerkt. Deze glow is gewoon van wat ik in de video heb gedaan. Het blijft zo goed zitten en het is echt warm vandaag. Het is echt, echt heet. Maar alles zit helemaal nog goed. Ik moet wel zeggen, ik heb geen vettige huid. Ik weet niet of een vettige huid het zal handelen. Maar ik denk het wel. Want ook mijn huid blijft nooit super droog of echt super mat. Maar dit is wel echt amazing. Ik ga de poeder en de foundation ook proberen met andere producten. Andere primers en dat soort dingen. Dan weet ik echt wat het nou is. Maar ik denk echt dat ze gewoon allebei gewoon echt top zijn. Gewoon allebei de producten. I love it.
Ik ben sowieso blij met echt de hele make-up. Alles zit gewoon nog top. I love it. De gloss vind ik heel fijn. Echt een mooie gloss. I love it. Hij brengt gewoon top aan. De mascara vind ik ook top. Helaas heb ik geen wimpers, maar ik vind het echt een goede mascara. De producten waarvan ik echt denk, wauw, echt bestel gewoon meteen. Dat is zeker de losse poeder. Je hebt ook echt een aantal kleuren, maar ik heb gewoon Translucent nummer 1. Dit is echt een fijne poeder. Hij maakt mooi mat, hij dekt goed. I love it. De bronzer en de highlighter, idem dito. Prachtig. Vooral de bronzer. Dit wordt echt een van mijn faves. Ik vind het echt geweldig. Allebei heel erg mooi. Ik kan gewoon niet eens uiten hoe mooi ik ze vind. En de cream blush. Deze cream blush is echt oprecht een van de beste cream blushes die ik ooit heb getest. Ik had echt veel te veel opgedaan, zoals je zag. Maar het blendde gewoon helemaal prima in. Het werd helemaal mooi. Ondanks dat er like 14 lagen poeder onder zit, bracht hij gewoon top aan. Dus ik ben echt impressed. Dus de blush, de bronzer, de highlighter en de losse poeder zijn echt producten waarvan ik denk echt wauw, zeker het geld waard. Vergeet ook niet, als je iets wilt, ik heb dus een kortingscode, staat beneden. SarahMarieK10 met hoofdletters en dan heb je 10% korting. Ik ben heel benieuwd wat jullie van de make-up gaan vinden. Dus let me know als je iets bestelt en ook echt wat je ervan vindt. Want ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Nou, ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren en dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!